Nou, de glasfabriek is altijd wat te doen. Bier, eten, drinken, feesten. Miranda, wat gaan jullie doen? Wij openen binnenkort ons Thais Mukata restaurant, oftewel Asian barbecue restaurant. En waarom hier bij de glasfabriek? Omdat wij reizend restaurant zijn en regelmatig op een andere locatie openen. En deze locatie was hier en is geweldig leuk met heel veel leuke ondernemers en daar wilden we graag bij horen. Je zegt een reizend restaurant, dat vind ik wel boeiend. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, we zijn 6 maanden per jaar open. En nu dus op deze locatie, wellicht volgend jaar ergens anders, misschien niet. We hebben nu, het is leuk, het is namelijk de 10e keer. Dit is onze 10e locatie in, hoe lang, Michel? 10 locaties in 15 jaar. 10 locaties in 15 jaar. Maar dan de Thaise keuken. Wat is de basis van de Thaise keuken? Onze basis is de Mukata. Dat is een Thaise barbecue die op tafel staat, dus oftewel een tafelbarbecue. Het is een combinatie van hotpot en grill. Het is een combinatie van de Korean barbecue en de Chinese hotpot. Dan denken de mensen gelijk van, nou, alles wat je dan eet is gloeiend heet van de sambal? Dat is niet waar. Wij maken alles wel heel erg lekker op smaak, maar we hebben heerlijke zelfgemaakte saus. Dus je kan het mild maken, iets pittiger of heel erg pittig, alles wat je zelf wil. Maar je zegt, we zijn een reizende keuken. Betekent dat een wagen vol ponnen, patten, pannen, potjes met kruiden? Nou, we reizen zeg maar van locatie naar locatie, maar de spullen staan stil. Dus we hebben geen wielen. Onze spullen staan nu in de opslag, in de kroon. En nu openen we hier, er gaat alles uit de opslag. Gaat hierin, blijven open, gaan we weg, gaat alles weer in de opslag. Wat kan je zeggen van de klanten? Zijn dat mensen die favoriet zijn of zijn dat ook mensen die nieuwsgierig zijn? Allebei, omdat we al best wel lang bestaan en steeds op een andere plek openen, krijgen we steeds weer nieuwe klanten bij. Dus de oude garde volgt met ons mee als een slinger door Rotterdam. We hebben in België gezeten, dus daar krijgen we overal mensen van. Nu zitten we in Schiedam, dus hopelijk komen de mensen uit Schiedam ook hier naartoe. En mochten we hierna weer naar een ander restaurant gaan, kunnen ze daar weer heen. Want we blijven altijd in de buurt, zeg maar. Maar goed, ik kom op een avond binnen, we gaan een hapje eten. Hoe moet ik het me voorstellen? Moet ik buiten zitten? Heb je binnenplaats? Nou, kijk rond, we hebben genoeg plek. Je kan binnen zitten, maar als het lekker weer is, kun je buiten zitten. Dus je komt aan, je zegt, ik wil graag wat eten. Dan ga je zitten, dan ga je eten. Het is heel erg simpel. Nou is de glasfabriek, zoals dat heet, hot, hè? The place to be. Wat kan je zeggen van je collega's? Heb je al kennis gemaakt? Nou, wij kennen de Eurobrouwers, Chris. Wij hebben, even kijken, in 2012 zaten wij op de Kruiskade. Eigenlijk op het Tienplein, maar dat hoort bij de Westkruiskade. Dat is jaren geleden, het was een beetje een toestand daar, zoveel criminaliteit. Daar openden wij ook en daar zat hij toen de tijd met bar. Dus wij kennen elkaar al heel erg lang. Hij zit nu hier, dus wij zijn ook hier. Dus we komen elkaar weer tegen. En Misha is op het ogenblik, terwijl wij aan het praten zijn, is hij hard aan het werk. Wat moet er allemaal nog verbouwd worden? Nou, toen we hier kwamen, was dat helemaal vol. Het was een opslag. Dat is in ieder geval nu eruit. Het is een fabriek. Dus overal was ijzer, zoals je daar ziet. We hebben heel veel weg moeten slijpen. Dus eerst was het een kwestie van ruimte maken, toen schoonmaken, dan verven. En hierna gaan we dus opbouwen. Dus dan komt, we gaan keuken bouwen, we gaan afzuig bouwen, tafels, heel de reutemeteut. Het gaat een hoop werk kosten, maar als we eenmaal open zijn, dan is iedereen blij. En dan tenslotte natuurlijk de hamvraag. Wanneer gaan jullie open? Ta-da-da-da-da! Dat weten we aanstaand weekend.